Dan heropen ik de vergadering en beginnen wij met de eerste termijn van het college naar aanleiding van de agendapunten 2021, 22a, 22b en 22c. En ik geef graag als eerste het woord aan wethouder De Ruiter. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voor onze pauze hebben we inderdaad zorgelijke geluiden gehoord over de jaarrekening en de kadernota die voor ligt. Ja, het college kan hier natuurlijk niet anders zeggen, maar ik wil het wel graag even herhalen. Die deelt die zorgen over ons financieel tekort natuurlijk ook. We hebben met elkaar echt een forse uitdaging, een forse opgave. En ik hoop, wat ik van verschillende fracties ook gehoord heb, op een constructieve deelname in dit proces, zeg maar, richting de begroting van alle raadsfracties. Want natuurlijk, staat ook in het coalitieakkoord wat nu uitgewerkt wordt, en dat is altijd zo geweest, moeten inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht zijn. Ja, en we hebben nu te maken met een situatie waarin dat niet zo is. En we hebben tot de begroting tijd om met een plan te komen. Maar natuurlijk in de tussentijd, want we zien ook voor 2018 aankomen dat we op een tekort afstevenen. Natuurlijk zijn we daar nu al mee bezig om te kijken hoe we dat in 2018 nog om kunnen buigen. Nou, het tekort op de jaarrekening is voor grotendeels veroorzaakt door overschrijding van de zorgbudgetten. We hebben het herhaaldelijk al gehoord. En het totaal van de programmakosten is ook heel lang een onzekere onbekende daarin geweest. Ja, dat het zo fors was, heeft het college en ook uw raad denk ik wel verrast. De GR Peelgemeente is nu goed een jaar aan de gang. En pas in november vorig jaar hadden we die eerste financiële rapportage. Hierin stond toen ook al verwachting over toch een forse overschrijding op in ieder geval de jeugd. Daar hebben we een RIN over gestuurd. Maar daarin stond bijvoorbeeld ook nog een hele onzekere dat er bijvoorbeeld nog te betalen facturen over 2016 waren. Tot en met het derde kwartaal was daar €896.000 aan betaald. En in de jaarrekening was daar een bedrag van 1,8 miljoen opgenomen. Wij konden toen nog niet voorspellen dat het volledige bedrag nodig zijn. Had mogelijk een buffer kunnen zijn, achteraf niet gebleken. En we hadden ook nog die egalisatiereserve, het is allemaal te weinig geweest. Terugkijkend, is dat nu constateren en pas bij de jaarrekening is dat eigenlijk allemaal bekend geworden. Ja, zijn we hierdoor niet in controle? Nou, als je dan kijkt naar de jaarrekening en je zou het budget op de zorg daaruit halen, dan zouden we zonder die overschrijding op de zorg een overschot op onze jaarrekening hebben gehad. Ja, en die open einde regelingen, het Rijk hevelt taken over naar gemeenten. Open einde regelingen zijn is gebleken heel moeilijk voorspelbaar. En als je gewoon nu ook daarover leest, dan zegt men van ja, het Rijk, we hebben daar 3 jaar voor uitgetrokken, maar is die 3 jaar niet veel te kort? En er is direct gekort op budgetten. Maar om zeg maar die kanteling tot stand te brengen, zul je toch ook moeten investeren in lokale dingen. Dat zijn allemaal, vind ik, zaken waar onvoldoende rekening mee is gehouden. Maar die open eindregelingen maken het ook heel moeilijk om volledig in controle te zijn. Want je leest nu bijvoorbeeld, daar hebben we het in de commissie ook over gehad, er ligt een voorstel ook richting de Raad van Eindhoven, waarin ze echt met budgetplafonds bijvoorbeeld willen gaan werken. Ja, daar gaat dan zorgen voor wachtlijsten. Willen we dat bijvoorbeeld? En de vraag is ook of dat juridisch haalbaar en houdbaar is. Dat zijn we nu allemaal aan het uitzoeken. Ook in samenhang met inderdaad Eindhoven, de Peel, maar ook de 21 gemeenten van de MRE. Want heel Nederland kampt eigenlijk met tekorten in de jeugdzorg. Landelijk hoorden we op het VNG-congres is die stijging zelfs 11%. Budgettekorten, ik zeg het nog maar even, het Rijk hevelt over, budgettekorten. Maar het daalt niet, het stijgt juist. Dus in die zin is daar wel toch wel een belangrijke verklaring ook voor ons tekort. En onze situatie is extra zorgelijk, omdat wij net uit een diep flink dal aan het klimmen waren. En we net onder het preventief toezicht uit zijn.
Ik hoor dat inderdaad ook nieuwe partijen zeggen. Ja, je schrikt je rot als je nou naar deze cijfers kijkt. Maar ik wil toch ook nog maar even zeggen dat we niet moeten vergeten dat we de afgelopen jaren ook heel veel positieve resultaten hebben gehad. Maar zo'n forse tegenvaller zorgt ervoor dat we wel meteen weer terugvallen. Ja, in de afgelopen jaren is we komen van een negatieve algemene reserve van min 11 miljoen. Die was 3 miljoen voor dit jaar rekening tekort. En ja, natuurlijk, het is nog steeds niet genoeg om voldoende weerstandsvermogen te hebben. Dus vandaar dat het college ook zegt, daar zullen we aan moeten blijven werken. Dus in die zin maakt dat ook onderdeel uit van het plan richting de begroting en staat het daarom ook zo genoemd in de kadernota. Ja, veel andere gemeenten hebben dan toch nog wat meer reserves, waardoor ze op een of andere manier het wat makkelijker lijkt. Zo komt het tenminste op mij over af en toe. Maar voor ons is het gewoon meteen heel erg nijpend. Ook de stroppenpot van het Rijk. Daar zijn we nu gewoon ook al hard mee bezig om daar voor te bereiden. Want er moet, geloof ik, medio september moet dat voorstel ingediend worden. Nou, natuurlijk zorgen wij dat we dat voor die tijd gedaan hebben. Nou, uw raad stuurt inderdaad een brief met een oproep aan het Rijk. En ook op het VNG-congres is inderdaad een motie aangenomen met bijna 100% om iets aan die tekorten te doen. Maar daarmee is ons tekort nog niet weg. Daar kunnen we niet op wachten. Dus we zullen gewoon aan de gang moeten en richting begroting met voorstellen moeten komen. Ja, in de kadernota, we zijn daar natuurlijk al mee begonnen. Er staat eerst het sociaal domein. Maar het college gaat echt alle budgetten doorspitten en dat doen we echt tot een behoorlijk detailniveau. Dus wij kijken breed waar die ruimte zit. Nou, na de vakantie komen we zo snel mogelijk. Eind augustus is de planning naar uw raad, waarin we toch verschillende scenario's worden daarbij bekeken en zullen ook ter sprake komen. Ja, één ding is voor het college hartstikke helder. Wij zullen moeten komen met een sluitende begroting, maar ook met een reële begroting. Want inderdaad, de kadernota is nog uitgegaan van de kaderstellende budgetten. Met daarbij al meteen het verhaal van, we zullen gewoon realistisch moeten begroten. En als we geen bezuiniging kunnen realiseren binnen het sociaal domein, want ook wij vinden het heel belangrijk, daar zal wethouder steeds dadelijk nog verder op ingaan, dat gewoon wel iedereen zorg blijft krijgen die echt nodig heeft. Ja, en verder zullen we van jaar tot jaar, zoals we ook de afgelopen jaren eigenlijk al gewend waren, gewoon steeds moeten bezien wat wel of niet kan. Nou, ik ben in ieder geval blij om te horen dat fracties mee willen werken aan dat voorstel wat er bij de behandeling van de begroting later dit jaar moet liggen. Dan ga ik nog even in op het verhaal van het prettig wonen. Het is geen motie van deze raad, maar een motie van eerder. Ja, prettig wonen in Geemond-Bakel, wie wil dat niet, zou ik inderdaad willen zeggen. Nou, die motie die bevat echt verschillende onderdelen die het college graag in samenhang wil oppakken. De kern van die motie is eigenlijk, wat ga je wanneer, waar bouwen en hoeveel. En duidelijk is dat Geemond-Bakel daar ook een behoorlijke uitdaging in heeft. Want we zien inderdaad nog een groei, of in ieder geval de gezinnen groeien, maar ook de gezinssamenstelling veranderen. Dus je zult inderdaad moeten kijken, het moet gebaseerd zijn op een behoeftepeiling, wat ga je bouwen. En in het coalitieakkoord is daar ook een hoofdstuk over opgenomen, toekomstbestendig wonen. Dat zal natuurlijk in het programma van de begroting ook verder uitgewerkt zijn. En in de raadscommissie van oktober in ieder geval ter sprake komen. Maar wij zijn ook al een bijeenkomst voor het najaar aan het voorbereiden, waarin we een scan willen maken van onze gemeente en willen laten zien van waar is nou woningbouw, waar hebben we nog uitbreidingslocaties, waar zouden eventueel inbreidingslocaties kunnen zijn. Daar zijn we aan het voorbereiden. Dus dat gaat in het najaar, ik kan nog niet toezeggen wanneer, maar dan zullen we in ieder geval ook aangeven wat we daar in de tijd allemaal aan gaan doen. Want prioriteit daarin heeft zeker de programmering, de aantallen, maar ook de groennorm waar het al steeds over gegaan heeft. En die is ook al echt in voorbereiding.
Ja, volgens mij heb ik gezegd wat ik wilde zeggen. Ik ga eens even rondkijken voordat we de wethouder naar achter sturen en vervangen door de volgende wethouder. Ja, ik zie in ieder geval meneer Vogels, ik zie meneer Manders. Meneer Vogels. Dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, ik heb maar een beperkt aantal vragen gesteld, maar het belangrijkste van mijn betoog was natuurlijk, zijn we niet in controle of zijn we voor de gek gehouden? Ik hoor de wethouder nu zeggen, het samenwerkingsverband, de uitvoeringsorganisatie, heeft inderdaad nog in november, zegt u, informatie verstrekt die achteraf niet volledig bleek te zijn, niet juist bleek te zijn. In die zin zou u zeggen, ja, dan wisten we het dus echt niet. Maar even, ik heb meerdere data achter elkaar genoemd tot met mei 2018. En toen wisten wij blijkbaar nog steeds niet, althans, u presenteert dan vervolgens het coalitieakkoord en u presenteert persberichten waarin nog steeds niet de noodzaak en de ernst wordt beschreven. Dus er is nog wel even een verschil tussen november een rapportage en dan zitten we inmiddels in mei even. Dus dat is één. En de tweede opmerking die ik wil maken is, u zegt ja, de peelgemeente, nee, ik moet zeggen de uitvoeringsorganisatie kwam met een heel verrassend iets. Het is toch gewoon zo dat alle wethouders van de diverse gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor het functioneren van onze uitvoeringsorganisatie? Ofwel, dan zijn we toch nog steeds verantwoordelijk? De wethouder. Dat klopt natuurlijk helemaal. Maar we moeten ook niet vergeten, zeg maar, de situatie waar we uitkomen. In 2015 zijn de budgetten overgeheveld. We hebben 2 jaar dat samen met Helmond gedaan. In 2017 moest een hele nieuwe uitvoeringsorganisatie neergezet worden. Het accent heeft vooral in het begin heel erg gelegen op inderdaad ontvlechting met Helmond. Maar ook het wegwerken, zorgen dat er geen achterstanden zijn, meer waren. En inderdaad, financiële gegevens is nog steeds iets waar we om vragen. Nou hebben we ook nog met de situatie te maken waarbij de leverancier van het systeem, zeg maar, die juist voor die informatie moet zorgen, de stekker eruit heeft getrokken. Dus in die zin heeft dat allemaal niet meegewerkt om met de juiste informatie te komen. En het is ook zo, derde kwartaal, het jaar is dan nog niet afgelopen. Ook als, laat me even uitpraten, ook als zorgaanbieders. Dat hoeft u niet te zeggen, dat kan u via mij doen. Ja. Dat is veel makkelijker, want dan gaat hij tegen. Ja, voorzitter. Ze wil graag even volgen. Doe maar even. Ja. Nee, maar u mag zo. Laat maar eerst even de wet houden. Goed, als inderdaad zorgaanbieders ook nog heel laat rekeningen sturen over een jaar daarvoor. En dat, het is ook zo dat we over nu in de jaarrekening van 2017 hebben wij voor 3,3 miljoen aan verplichtingen zitten van rekeningen die we nog verwachten. In die zin, en het vierde kwartaal moest nog afgerond worden. Dus in die zin, onzekerheden waren er. En inderdaad, rondom het coalitieakkoord werd een en ander meer bekend. De jaarrekeningcontrole heeft heel lang geduurd. En vooral de moeilijkheid zat met name voor de accountant op het sociaal domein om daar een goedkeurende verklaring voor af te geven. Nou, we hebben vandaag pas de getekende verklaring gehad. Dus in die zin is het ook, je moet ook wel zeker weten wat je communiceert. Maar dat er aanleiding was om iets aan te geven over open einde regelingen en budgetten die mogelijk niet meer kaderstellend konden zijn, staat ook in het coalitieakkoord. Van we zullen wel kaderstellend proberen te ramen, maar die budgetten van het Rijk zijn niet, hoe staat het er letten, precies en niet limitatief daarin. Want het zal ook realistisch moeten zijn. We gaan nu even naar meneer Vogels. Meneer Vogels. Voorzitter, goed dat de wethouder nu de rol van de accountant aantipt, want wat u nu verder toelicht, is voor mij een reden. Hoe kan de accountant, ik heb al aangegeven aan de eerste termijn dat wij ook de accountant om een verklaring zullen vragen. Die wordt alleen maar nijpender, die verklaring. Want nu horende hoe de situatie eind 2015, eind 2016 en eind 2017 was. Hè, als er nu nog over het vierde kwartaal 2017 afgewikkeld moet worden, even. Hoe heeft dan de accountant over de jaren 2016 een goedkeurende verklaring kunnen geven? Even kijken of de wethouder erop kan antwoorden. De wethouder. Door zelf ook allerlei controlerende werkzaamheden te doen. En die verklaring was er toen ook. Ja, maar dat bedoel ik ook. Die was er. Ja, maar nu kan niemand u horen. Ja.
Dat kan altijd. Dan herhaal ik het. Die verklaring die is er inderdaad gekomen. Maar dat zal ook onze vraag richting de accountants zijn. Kijk, dat wij niet in controle zijn, maar we hebben nou juist de accountant om vast te stellen of wat er ligt of wat er gepresenteerd wordt, naar waarheid is, CQ, de lading dekt. Anders hoeven wij geen accountsverklaringen te hebben. En als die accountant vervolgens tot de conclusie komt, CQ, als wij tot de conclusie komen, maanden later, dat het toch niet klopte, ofwel dat het niet volledig was, dan zeg ik even, dan snap ik dat je accountant nu met betrekking tot het volgende jaar nog steeds bedenkingen heeft, maar hij heeft hem nu weer afgegeven, begrijp ik. Ook op inclusief het sociaal domein. De wethouder. Het lijkt nu net of het verschil, want ik zei net van, we hadden in de jaarrekening van 2016 een verplichting van 1,8 miljoen. En dat is uiteindelijk 2 miljoen geworden, dus die afwijking is nu, ik wil niet beeldschetsen dat daar hele grote verschillen in zaten, maar ik zeg wel dat we bij het derde kwartaal dat er nog maar een heel klein gedeelte van ingediend was. Dus vandaar dat het ons tegengevallen heeft. Dat is het verhaal wat ik zeg. Dank u wel. Dan de heer Manders. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een drietal vragen aan de wethouder. November vorig jaar bent u met de andere pilgemeentes heeft u bij elkaar gezeten. En daar werd al bekend dat het niet goed ging met de financiën met betrekking tot de 3D's. Als u nu zeg maar gaat wat u wilt gaan herstellen, dan komt dat pas bij de begroting onder aandacht of de volgende raadsvergadering. Dan zijn we onderhand een jaar verder. Even een antwoord daarop van de wethouder of zij dat niet veel te lang vindt. Want er had toch al lang iets moeten gebeuren. Dat is vraag 1. Dan heb ik vraag 2. U spreekt over het stroppenpotje. En dat wordt nu naar voren toe gebracht als zijnde iets van waar je misschien wel alles mee op gaat lossen. Je gaat er niks mee oplossen, want het gaat over 10 euro per persoon in Nederland. Dus dat is geen wondermiddel, zeg maar. En dan mijn derde vraag, en dat is eigenlijk een herhalende vraag vanuit de eerste termijn. We weten dat we in totaal 127 miljoen schuld hebben hier in de gemeente Gemert-Bakel. Mijn plafond, zeg maar, het schuldenplafond, durft u daar een uitspraak over te doen? Of dat u dan denkt dat moet 130 zijn, of het mag oplopen naar de 200 miljoen? Dank u. De wethouder. Dan zal ik maar beginnen met het schuldenplafond. Daar hebben wij inderdaad geen plafond voor. En ik denk dat het ook aan uw raad is om daar, als u daar een kader voor wilt, om daar ook met mij over na te denken. Mag ik ter interruptie, voorzitter? Jazeker, ga uw gang. Nou, ik denk dat het in een gemeente waar zoveel schulden zijn als in de gemeente Gemert-Bakel, het toch wel heel erg belangrijk is dat een wethouder een bepaald beeld heeft over wat een bepaald schuldenplafond is. Ik denk dat dat misschien wel vraag 1 is, laat ik het zo zeggen. Dank u. Ja, dat is niet echt een vraag, dat is meer een standpunt. Maar dat is op vers niks mis mee, maar die had hij ook in de tweede termijn kunnen. Ik geef het wethouder het woord. Ja, ik heb er inderdaad wel een mening over of een beeld over. Sowieso is het een situatie die al heel lang gegeven is. En het college heeft zeker niet de intentie om daar heel veel meer van te maken. Want wij lossen af en in die zin is er wel iets waarmee gewogen wordt in onze besluiten, zeg maar, om grote risico's of risico's aan te gaan om ook derde partijen te financieren. Dus in die zin is dat heel kort even een reactie, maar mogelijk een onderwerp wat voor de commissie Financiën nog verder geagendeerd zou kunnen worden. Ik heb volgens in mijn eerste gedeelte van mijn reactie heb ik al aangegeven dat we inderdaad in het derde kwartaal al wisten dat we tekorten zouden hebben, maar dat ik gaf ook aan dat het leek alsof dat nog redelijk binnen de perken zou blijven. En is bij de jaarrekening pas echt duidelijk geworden dat het om een groot tekort gaat. Zijn we als college wel meteen mee aan de gang gegaan. Want nu ook, de kadernota staat nu op de agenda. Die is eind mei al naar u toegestuurd. En in de afgelopen weken hebben we natuurlijk al, zijn we al in voorbereiding met die begroting bezig. Zo hebben wij ook verschillende zorginstellingen voor in juli al een brief gestuurd. Omdat wij gewoon ook al snel willen kunnen sturen op bepaalde dingen. Niet al concreet gezegd van we stoppen met deze en deze regeling, maar wel zeg maar een aankondiging van houd er rekening mee dat wij bepaalde dingen anders zullen gaan doen. Dus in die zin en waar mogelijk proberen wij ook voor 2018 het tekort te beperken.
In die zin heeft daar ook de meicirculaire al gelukkig aan bijgedragen. En inderdaad ook de stroppenpot. Ik reken daar ook niet op dat daar een heel groot bedrag uit gaat komen. Want er gaan heel veel gemeentes gaan er gebruik van maken. Maar in die zin, en die kijkt ook terug. In die zin is alle beetjes helpen, zou ik willen zeggen. Dank u wel. Andere opmerkingen? Misschien mag ik nog even uitproberen bij de fractie van de lokale realisten D66. Hè? Het is nou 2 keer aangekondigd dat u contact wil opnemen met de accountant. Doet u dat als raad? Want ik had even overlegd met de griffier, omdat hij eigenlijk voor de raad werkt. Dus als hij antwoord geeft, geeft hij antwoord. Maar het zou misschien sterker zijn als u straks een oproep doet aan uw collega's om namens de raad te doen. Om zeker te weten dat u dat antwoord krijgt wat u vraagt. Ik probeer het heel even af te tasten, zodat wij hier weer rustig kunnen zitten en weten wat er precies gebeurt. Mag ik u vragen een kleine verduidelijking te geven? Nou, het zou heel erg mooi zijn als de andere fracties, zeg maar, met dezelfde vraag zitten en dat dan ondersteunen. Dan kunnen we dat zelf doen. Of dat zo zal zijn, dat hoor ik dan. Als dat niet zo is, dan zullen wij dat gewoon als fractie doen. Snap ik. Dank u wel. Wethouder, volgens mij zijn er geen verdere vragen aan u.